Goedemorgen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. De tent is ingepakt, de auto is ingepakt. Nick die was mijn mond aan het lopen, dus ik ben vast begonnen met inpakken. En daarna heeft Nick het wat verder ingepakt, dat ik de broodjes ging halen. Toen de tent afgebroken was, zijn we eerst even wat gaan eten en douchen. En nu zijn we op weg naar de volgende camping. Het is een camping waar niet gereserveerd wordt voor korter dan 7 nachten. Maar ze hebben vaak wel plek voor mensen die zo aankomen waaien. Dat is vanaf 2 uur beschikbaar. Zij proberen daar ook om 2 uur te zijn. En ja, mochten we wat leuk zien onderweg, stoppen we natuurlijk wel even om te kijken. Dus op naar een nieuwe dag. Kleine pauze om naar de wc te gaan. Achter het toiletgebouw heb je een brug over de snelweg heen. Dus gaan we even kijken. Althans, ik. Nick zit nog in de auto om mij te wachten. Maar ik heb hem even geappt dat ik ga kijken. Dan ben ik benieuwd.
zijn aangekomen op onze volgende campingplek. Het is een vet mooie camping. Hier is een zwembad. Zal ik straks even filmen. Hier ons eigen plekje. Auto mag erbij. En zo'n stukje verder lopen. Kan je daar de zee zien? Met de baai bij Saint-Michel in licht. Daar gaan we morgen heen. We gaan nu de tent installeren en kijken of er nog wat anders leuks is hier in de buurt. Wij zijn blij met ons plekje. De tent staat bijna. Ik denk me net dat ik van de week vergeten was te filmen hoe we hem hadden staan. Hier, coolbox. Ik had het geniale idee voor de vakantie om alles wat we in kratten hadden en in tassen in kunststof kastjes te doen. Zo kunnen wij ze makkelijker in en uit de auto laden, kost het nog minder tijd met opzetten en afbreken. Waardoor we weer sneller naar de volgende camping kunnen. Ja, laat hem maar even uitwaaien. Ja, dus nog de laatste dingetjes. En als het regent kunnen we hier mooi binnen zitten. Lekker fijn, zo'n grote tent. Misschien iets te groot voor ons tweeën. Misschien ook niet. Wij vinden het een prima grootte. Ik zal straks even een klein rondje over de camping doen. Zodat jullie ook het zwembad kunnen zien. En waarschijnlijk gaan we niet zwemmen. Althans, Nick kan niet zwemmen. Want mannen mogen alleen in speedo's in het zwembad. En niet met de zwemshorts. Dus ja, of we moeten nog een speedo aanschaffen. Ja, dat maar dat lijkt ons geen optie.